De tekst op de zijkant van de tram, kijk je daar wel eens naar? Nee. Nee, meestal niet. Nee. Als ik de tram moet pakken, pak ik gewoon de tram. Ik let er niet op. Het interesseert me eigenlijk niet wat op de zijkant van de tram staat. De gemeente Rotterdam wil het wapenbezit onder Antillianen terugdringen. En om dat te doen hebben ze dit plan bedacht. Een tram met de sticker Meld wapenbezit anoniem. Prachtig initiatief van die gemeente Rotterdam. Maar een tram, een sticker en een telefoonnummer, werkt het echt zo makkelijk? Als er 2 Antillianen op basis van deze actie een wapen inleveren, ben ik tevreden. Maar denkt u echt dat ze zich iets zullen aantrekken van een tram met een telefoonnummer? De wapentrekkers zelf, ja, die houden dat ding niet op zak omdat er een tram langs rijdt, maar opvoeden. En dat is een beetje de toon die we willen, die we willen aanslaan. Opvoeden is een kwestie van lange adem. Het kind loopt ook niet binnen 3 stappen vloeiend. Dus. Want de trekkers die weten toch dat er wapenverboden is in Nederland? Ja, maar wat ik net zei, het wapenbezit is niet zo hoog. Er zijn niet meer wapens in bezit bij Antillianen dan bij andere groepen. Maar wat je wel ziet is dat er een wapen is. Men weet waar het ligt. Ja. Soms wordt dat bij een vriendin opgeborgen of bij een moeder opgeborgen. Nou, als we nou die groep al kunnen bereiken dat ze zeggen wij werken er niet meer aan mee. Nou, dan is dat een eerste stapje. Maar je eigen kind aangeven, dat doe je toch niet? Zeker niet binnen de Antilliaanse gemeenschap. Nou, wat je merkt is wel van ja, een wapen in bezit hebben, dat is geen garantie voor eigen veiligheid. Dat kan ook nog een keer betekenen dat een ander naar jou toe sneller een wapen gebruikt. Dus wat je met name van de moeders en de vrouwen hoort, is van ja, wij snappen wel dat het hebben van een wapen ook een zeker risico oplevert dat een ander een wapen ook eerder gaat gebruiken. Onze gemeenschap die weet donders goed wat er aan de hand is en ook wij ontkennen dat niet. Er zijn problemen in onze gemeenschap, die willen we aanpakken. In dit geval, ik sprak vanmorgen nog met een van de initiatiefnemers van het project Tabastawo, Stop the Violence. Daar staan ze achter, ook zij staan achter dit met die tram. Waar ik bang voor ben, is dat er onterechte meldingen binnen gaan komen op deze manier. En dat men denkt van nou, weet je wat, ik mag die en die figuur niet, laat me even melden. Kijk wel wat het Openbaar Ministerie doet, kijk wel wat de politie doet. Daar ben ik een beetje bang voor. Bel 0800 7000. Weet waar je wapen ligt, meld wapenbezit anoniem. Het staat er in het Nederlands. Ja, maar op de voorkant staat ook Tabastawo. Stop the violence. Wat ik heb willen voorkomen is dat er een tram zou rondrijden die het zou doen lijken alsof het alleen om Antillianen gaat die wapens gebruiken. Kijk, dit heeft een uitstraling ook naar andere groepen. Denkt u dat de Antillianen het ook echt daadwerkelijk lezen, deze tram, als die langskomt? Het zal hen opvallen. Ze zullen commentaar leveren. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat als je de gemeenschap er zelf bij betrekt, en die boodschap geef ik ook aan de gemeente Rotterdam, je moet die gemeenschap er meer bij betrekken.